Hoe kunnen we een tumor operatief weghalen zonder te hoeven snijden? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel u voor, u heeft borstkanker. U komt bij de chirurg, die zegt, ik zal u opereren. Maar ik zal het goed met u maken. U heeft misschien ook kanker aan de andere kant. Die andere borst zal ik ook weghalen. Wat zou u doen? Gillend weglopen? Ja. Ik zal het nog wat erger maken. Stel u voor, u heeft een hersentumor. U heeft hem aan één kant. En die chirurg zegt, zit misschien ook nog iets aan de andere kant. Zal ik die andere helft ook maar weghalen? Nee, hè, dat willen we niet. Nou, is natuurlijk het flauwe grapje, is ja, maar de meeste mannen denken met hun prostaat, dus zoveel maakt dat niet uit. Oké. Maar nou heeft u prostaatkanker. Aan één kant. En de chirurg zegt, ja, multifocaliteit wil zeggen kanker op meerdere plekken. Een beetje moeilijke woorden, zoek dat op. Op het internet, even kijken, multifocaliteit, ja, ik weet het, dat betekent meerdere plekken. Oh ja, zal ik hem maar helemaal weghalen, dat kleine ding? Wat zegt u? Dokter, wanneer kan dat? Is toch gek, hè? Ik ben radioloog en ik maak kanker zichtbaar. En daarmee strijd ik tegen kanker. Met de moderne beeldvormende technieken kan ik kanker zo goed mogelijk zien. Ik zie waar kanker zit, hoe agressief de kanker is en hoe ver die zich uitbreidt. En dat is belangrijk. Want we zijn in staat om beeldgericht te behandelen. Zonder beelden kan je bestralen. Je kan chemotherapie geven. Je kan wegsnijden. Maar met beeldvormende technieken kunnen we tot om de millimeter nauwkeurig een schot in de roos plaatsen. En dan zeg ik altijd, yes we scan. Kanker specifiek in beeld leidt tot minimaal invasieve therapie op maat. Wat u krijgt en wat u nodig heeft, dat krijgt u. Met de minste kans op bijwerkingen, want we willen zoveel mogelijk normaal weefsel sparen. Wij willen niet alleen dat u geneest van kanker, maar dat u daarna ook nog een acceptabele kwaliteit van leven heeft. Precies op de plek. Veel minder risico, veel minder bijwerking. Ik wil u een aantal van de technieken laten zien. Laten we beginnen met branden. Laser. Dus een laserpointer. Zo'n rood dingetje. En daar moet je niet in kijken, want dat heeft toch wel behoorlijk wat energie. Als je erin kijkt, kan je blind worden. Want als ik daarop richt, er zit gelukkig niemand, dan zie je dat puntje zie je, over een grote afstand. Behoorlijk veel energie. En dat uit een paar van die batterijtjes. Goed, wat kunnen we ermee doen? Laser. Velen van u hebben een glasvezelkabel waar het internet doorheen gaat. Dit is een glasvezelkabel. Een paar meter. Daar gaat licht doorheen. U ziet hier dat plastic, glasvezel, fiber. Daar gaat licht doorheen. We sluiten dit aan op een lichtbron. Een lichtbron die 200 keer zo sterk is als deze laserpoint. Als je daarin kijkt, op de afstand daar, bent u blind. Dus dat zullen we niet doen. Want het laatste beeld wat u dan ziet, dat ben ik. En ik weet niet of u dat wel zo graag wil. Dit ding kunnen we door een plastic kathetertje schuiven. En dat kathetertje wordt gekoeld. Koud water en dan komt warm water uit. Dus dat ding wordt lekker gekoeld. We schuiven nu die glasvezel, u ziet dat hier zitten, schuiven we naar binnen. Zo. En die zit dan in de tip hier van die katheter. Dit is een scherp puntje. Dus je bent nu in staat om dit door middel van een biopsieapparaat beeldgericht in de prostaat te schuiven. Exact op de juiste plek. En dat kan je doen onder plaatselijke verdoving. Dat is maar een klein prikje. Ik bedoel,
Wat je dan doet, je geeft een hoeveelheid laserlicht en dan ga je branden. Dat laserlicht zorgt ervoor dat het weefsel hier verhit wordt. Als ik dit in een theekopje doe, een kopje met koud water, dan gaat het water koken. Dat wil je dus in het weefsel ook. De temperatuur die we willen bereiken is tussen de 55 en zegt 90 graden. Dan zult u zich afvragen, ja, maar hoe kunnen we in godsnaam weten wanneer we uitgebrand zijn? En we willen niet dat het laser uiteindelijk via de buikhuid naar buiten komt en dat het allemaal kapot gaat. Nou, dat kunnen we met MRI kunnen we dat meten. Ik heb een patiënt en die patiënt die heeft het witte deel is de prostaat. Het rechterplaatje laat de aankleuring zien, dus de bloedvaatjes die de kanker naar zich toe zuigt, omdat die wil groeien. En in het cirkeltje is een kanker. En die kanker willen we nu met dit naaldje behandelen. Op de volgende video ziet u dat. Dat blauwe is de patiënt en het rode is het gebiedje wat boven de 55 graden is. En u ziet op het rechterplaatje ziet u een staafje zitten. Door dat staafje gaat dit draadje heen. Dat prikken we in de prostaat en we kunnen precies zien waar het warm wordt en hoe warm wordt. Om in PlayStation termen te spreken, we kunnen de killing zone exact instellen. We geven gas en als de killing zone ver genoeg is, is het klaar. Dan weten we dat. Ja, ze zeggen, ja, Baan, het is allemaal een leuk verhaal, hè, maar klopt dat nou allemaal wel? Hè? Nou ja, het klopt. Kijk, want dit is het plaatje na de behandeling. Exact op de killing zone, het gebied van 55 graden hoger, is op het plaatje na de MRI linksboven in het oranje gebied een verandering. En de prostaat bij deze patiënt is eruit gehaald. Dat hebben we afgesproken met de patiënt. Het was in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Hij zou toch sowieso geopereerd worden. En u ziet exact op de plek waar wij de killing zone voorspeld hebben, is het weefsel verkoold. Op die wijze zal het in de toekomst mogelijk worden om polyklinisch prostaatkanker te gaan behandelen. Nou moet u morgen niet allemaal naar Nijmegen gaan bellen, want er moet nog wat wetenschappelijk onderzoek gedaan worden om dit verder te valideren. Dus we zullen dit mondjesmaat gaan doen. Maar het is mogelijk. Goed, het tweede waar ik u over wil hebben is vriezen. Branden, vriezen. U kent allemaal wel wratten. En wat doe je met wratten? Die stip je aan met vloeibare stikstof. Wat krijg je? Een blaar en de wrat is weg. En als het niet helpt, doe je het nog een keer en is die zeker weg. Als een patiënt geopereerd is, bestraald is aan zijn prostaat, dan wordt dat weefsel wordt bindweefsel. Dat wordt keihard. Zo hard als deze tafel. En als er dan een recidief dus komt, dus als de tumor terugkomt, dan is het voor de chirurg heel moeilijk, lastig om in dat harde weefsel de prostaat weg te snijden. Een tweede keer bestralen kan je niet, want er is een maximum aan de hoeveelheid röntgenstralen die je kan krijgen. En wat er dan meestal gedaan wordt, is dat de patiënt krijgt een hormonale therapie. Nou ja, hormonen, dat is gewoon uitstellen van de groei van kanker, maar genezen is het niet. Wat zou mooier zijn dan dat je dit met een lokale therapie kan doen? En nu kom ik op vriezen. Dit is een dikkere naald. U ziet het verschil tussen de lasernaald. En dit, die naald kan je wat makkelijker in de prostaat steken. En dat doen we. Ik pak hier de maquette van de prostaat. Je ziet hier de penis, teelbal, blaas en de darm. En onder de blaas, daar zit de prostaat. Met de lasertechniek prikken we door het rectum heen met een buisje, vandaar dat we het ook polyklinisch kunnen doen, het vezeltje in de prostaat. Maar met de vriestechniek moeten we een groter gebied in een hele verbindweefsel de prostaat wegkrijgen. Doen we dat met een wat hardere naald en die steken we onder algehele verdoving in het MR-apparaat, MR gecontroleerd, in tussen de teelbal en het rectum. En die steken we dus hier zo naar binnen en dat doen we meestal met 3 of 4 naaldjes. En wat kunnen we daar nou mee doen? Dat zal ik u laten zien. U ziet nu een plaatje van een prostaat, het witte. En u ziet een vlek met bloed, dat is een recidief. Daar is de kanker teruggekomen, blauw. En dat gebied willen we heel graag gaan behandelen. Dat doen we met deze vriesnaald. En als we op deze vriesnaald vloeibare stikstof zetten, dan ziet u aan de top van die vriesnaald in dat bakje ziet u een bolletje ijs ontstaan, een soort lolly, ziet u dat? En de ene is een bolletje en de andere is langwerpig. Als we nu 3 naaldjes naast elkaar prikken en we zeggen de ene krijgt 100%, de andere krijgt 80% en die krijgt 30%, dan kunnen we als het ware, als een artiest,
het ijsbolletje wat gaat samenklonteren, kunnen we gaan vormen. Een beetje boetseren. En we kunnen precies het gebied waar we op de plaatjes zien dat de kanker zit, met MRI, kunnen we wegvriezen. Ik zal u nu een plaatje laten zien waar dat eigenlijk zichtbaar is. U ziet aan de linkerkant ziet u een gebied groeien. Dat is de ijsbal. Mooi zichtbaar, niet? U ziet nu wat streepjes. Het was de eerste procedure, dus de deur ging open en dus iedereen wilde gaan kijken. En nu ging de deur weer dicht, vandaar die storingen. Maar u ziet wel heel mooi dat zwarte gebied. En u ziet, dat is maar één kant van de prostaat behandeld. En het recidief bij deze meneer is effectief behandeld. Het mooie is dat als de kanker terugkomt, kan je het rustig nog een keer doen. Ook deze techniek, het is geen wetenschappelijk onderzoek meer, maar kunnen we mondjesmaat in Nederland kunnen we doen. En we hebben zo'n 60-tal patiënten behandeld met goede resultaten. Dit is het plaatje voor en dit is het plaatje na behandeling. U ziet de tumor, de vaatnieuwvorming is volledig verdwenen. Ja, ik moet natuurlijk ook iets vertellen over vrouwen. Dus ja, nu bent u wel echt slechter af, dames. Want als u een knobbeltje in de borst heeft en u maakt zich ongerust, dan kan dat kanker zijn. Daar kan je plaatjes van maken. Maar het kan ook een zogenaamde fibroadenoom zijn, een goedaardige vergroting. En daar wil je toch graag van af, want ik voel constant dat knolletje en je denkt van, dat is toch een naar ding. Ik maak me toch een beetje zorgen. Dan kan je naar de chirurg gaan, een snee. Snee geeft altijd een litteken en dat zit op een plek waar je liever geen litteken wil hebben. Je bent ook in staat om dat minimaal invasief te doen. Dan moet u niet gaan lachen, dit is minimaal invasief. Dan zeggen ze, ja, dat is een hele dikke naald. Ja, dat is zomaar toch één prikje. En ja, dat geeft amper een litteken. Dat doe je uiteraard onder verdoving. Wat je doet, is je steekt die naald beeldgeleid. En dat kan je doen met mammografie, met gewone röntgenstralen. Dan kijk je naar verkalkingen, je kijkt waar het zit. Dat kan je doen met echografie of dat kan je zelfs doen met MRI. Dit ding kan in de MR, gebeurt niks mee. En wat er dan gebeurt is, er zit hier een naald, er zit een hol plekje. Die naald is hol en dan ga je een stofzuiger aanzetten. Je gaat hier aan zuigen. Dus de fibroadenoom, de afwijking, wordt dus in de naald gezogen en dan ga je tjuk, met een mesje snij hem af. Ja, ik zie je een beetje vies kijken, maar dan draai je dit en dan doe je hetzelfde. En dat kan je 360 graden doen. Op deze wijze ben je in staat om minimaal invasief een fibroadenoom, een goedaardige afwijking, maar zelfs ook kleine tumoren weg te halen. Het wordt hier opgevangen in dit potje, want je wilt ook wel graag weten wat er uiteindelijk uitgehaald is. Dus je hebt zowel een diagnose als een minimaal invasieve verwijdering. Wat je ook kan doen, is bestralen. Je kan selectief die kliertjes, die rijstenkorrel groot zijn, die rode puntjes, naast de vaten, u ziet hier een opname van de kleine bekken, alle groene bolletjes, dat zijn de normale lymfeklieren. En met een ijzercontrast hebben we de abnormale lymfeklieren zichtbaar gemaakt. Die hebben we vervolgens rood gekleurd en we weten precies waar ze zitten. Dit zijn rijstenkorrel grote kliertjes. En bij deze man kan je selectief bestralen. Wat doe je nu? Je zegt tegen de stralendeskundige, de radiotherapeut, bestraal alleen het gebied van de kliertjes aan de rechterkant en laat de linkerkant vrij. Nu wordt gewoon het hele kleine bekken bestraald. Van, ja, je zal die kleine kliertjes maar missen. Nee, we zien nu de kleine kliertjes en je kan heel gericht kan je bestralen. Dit kan je ook bij de lokale prostaat doen. Links ziet u een vlek, dat is een kanker. En rechts ziet u de bestraling. De bestraling, het rode, is alleen aan de rechterkant. En laat de linkerkant vrij. Je spaart dus normaal weefsel. Dan zult u zich afvragen, ja, dit is leuk. Maar kan dit ook in principe op andere organen? Ja, dit is zelfs zo dat die lasertechniek wordt op dit moment toegepast in hersenen. Kunt u nagaan hoe nauwkeurig dat is. Het is nog steeds mondjesmaat. Maar wat betekent dit potentieel voor patiënten? Het betekent een grotere kans om te overleven. Je kan heel vroeg behandelen. En de minste bijwerkingen, dat is belangrijk,
Een patiënt met kanker moet niet alleen overleven, maar die moet ook zo min mogelijk bijwerking hebben. Met de grootste levenskwaliteit. Helaas kunnen we deze technieken nog niet bij iedereen gebruiken. En waarom het zo lang duurt, zal ik in een volgende college uitleggen.